Goedemorgen, het is weer tijd voor een spiksplinternieuwe vlog. Mijn naam is Sven. En mijn naam is Koen. En het is weer tijd inderdaad voor een nieuwe vlog. We zijn lekker bezig. Dit is alweer de zoveelste vlog voor deze week. Het is, de tweede, want het is dinsdag. Ja, en het is de tweede vlog van de week. Dat is ook weer waar. Nou, we hebben 2 dagen achter elkaar. Nou, we doen ons best, jongens. We doen echt ons best. Voor ons gevoel is het wel wat langer. We hebben wel echt een klein minpuntje. We zijn gisteren de pakketjes vergeten weg te brengen. De enveloppen van de stickers. Ja, wel dus, de pakketten van Carwash. Maar gelukkig staat er 2 tot 3 werkdagen. Ja. Nou, dan wachten ze nu dus 2 werkdagen. Nou, op zich wel prima, toch? Mits ze vrijdag hebben besteld. Ja, oké, maar dan zit het weekend ertussen. Precies. Werkdag, hè? Werkdag. Zaterdag, zondag is geen werkdag. Nee, ja, ja. En kerst en feestdagen is ook geen werkdag. Maar zelfs dan staan we hier, hè? Ja, ja. Zeker. Op Pasen en op Koningsdag, wat binnenkort komt. En ons Bartje is er ook. Weet je wat we vandaag gaan doen, Bart? Ja, we gingen naar de kermis toch? We gingen iets met ballen doen. We gingen iets met ballen doen. Meer gaan we niet zeggen. Dus wil je weten wat het is? Check over bijna een halve maand. Ons kanaal, want dan zie je die video. We lopen aardig voor. Zo, we hebben zoveel video's nog liggen. Dat is goed. Maar dat is echt, dat willen we. Het liefst willen we morgen weer een video. En overmorgen, en daarna, en daarna, en daarna, en daarna. Nou, laten we gaan. Oké, jongens, ik heb hier weer het magische knopje van deze magische, zwaar bijzondere auto. Ik weet het wel, ja, maar. Oké, daar gaat ie. Nu stoppen we. Zo hard. Die gast met zijn raam open. Kan echt niet. Zo. Het is zo, zo hard. Niet normaal. Maar je hoort ook echt die knal. Bam, 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 bam. Maar ja, misschien hebben ze ook nog wel langs dit. Het geluid is zo hard. Die prrrm, dat is wel echt lekker. Dat is lekker, want dat zijn echt toffe knallen. En dat hadden we eerst niet. Nee, de uitlaat is wel echt verbeterd. Maar wat er nou precies verbeterd is... wat doet hij? Fuck is dat? En dan uit, hè? En dan gewoon niks. Ja, gewoon helemaal stil. Het is wel alsof je overswist van een V8 naar een hele... Nou, het klinkt niet als een V8 helemaal. Nee. Godnonde je! Jullie zien het bijna niet, maar check dat streepie! Nou, ik denk dat ze eerder schrokken van die airbag en dat motormanagement. Ja, dat denk ik ook. Er branden heel erg veel lampjes. En dat is normaal. Maar dat brandstoflampje, dat was nieuw. Ja, die vind ik nader dan dat die motorlampje brandt. Ja, inderdaad. Dus ik hoop dat we het gaan redden. Want zijn ze aan het crossen? Want we voegen net in op de snelweg. Nee, niemand. Hij is helemaal clean. Niemand aan het crossen. Dat is jammer. Zeker niet. Die hapering die is nieuw. Het wordt ook steeds erger. Ik denk echt, we staan echt weer een keertje stil. Ik denk dat we hele dingen een keer eruit klappen. Die motor die moet er ooit een keer uitklappen. Zoals die gasten, die denken ook, dat ding maakt zoveel lawaai nu al. Hij kan nog veel harder. Hij kan harder. Kijk maar. We staan sick ver geparkeerd, echt kut. En we waren al te laat. We hebben niet echt een afspraak of zo, maar het is meer dat we een video gaan opnemen. Ja, we zijn lang bezig. En terwijl we die video opnemen, zijn we inderdaad heel erg lang bezig. Dus... we willen dan vroeg beginnen en anders zijn we echt heel laat klaar en Bartje moet op tijd thuis zijn. Maar een glijbaan uit een school, dat is ook wel vet. Ga ik even in klimmen naar boven. Klim jij eens even naar binnen. Bart gaat hem aan. Je ziet ook niks. Wacht. Wat een glijbaan. Misschien als ik de camera geef dat ik even helemaal naar boven kan. Kijk of dit zit. Nou, ga even naar boven. Zijn er geen kinderen? Ja, het is vakantie, hè? Schoolvakantie. Vakantie? Ja. Oh, even allemaal de vlog kijken. Hè? Allemaal. Misschien is dit wel jullie school trouwens, laat even weten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor degene met nu. Pak ze, Bart! Pak ze, boy! Geef mijn rekenmachine terug! En kan je naar binnen, Bart? Oké. Okay. Zit dicht! Kom maar naar beneden! Jeetje, ik strok. Er zit een soort hek voor. Leuk! Ja. Een wasstraat. Kijk, handwas is veel beter, zie je dat? Maar. Tanken. Hebben we lang uitgesteld. Dat hebben we heel lang uitgesteld. Moeten we naar binnen? We hebben vandaag tanken. Opnames gehad. Nee. Het waren lange opnames. Echt, Zelfs Bart is te laat. Ja, Bartje. Dat is wel echt kut. Ja. Dat is kut, hè? Ja, maar ja, goed. Jongens, we hebben weer benzine en dat betekent. Lekker knalletje. Ja,
ademen, wat een beuker. Ja, hier nog even hoog in de toer. Even, het kort stukje denk ik. Komt ie. Net even iets te laag eigenlijk. Maar dit klinkt toch wel lekker hoor. Wie stonden daar? Ja, ik denk onze buren. Helemaal blij. Nou, we hebben onze pallet binnen. Zo. Nou, gaan we die gelijk even opengooien? Ja, dit kunnen we wel. Dit doen we straks. Ga jij nou maar snel naar huis, want jij moet snel weg. Ik moet boven mijn sleutel pakken. Oh, hier, wil je mijn sleutel? Dan fixen wij. Ja, we brengen. Ja, kom maar goed. Ja. Alle borstels waren uitverkocht. Je rijdt nooit wat hierin zit. Op voorraad. Toevallig had iemand weer besteld die borstel, want die hadden we even een klein tuigje in de webshop. Let op. Perser kan niet, hè? Nu opgekocht. Vers uit de pers. Deze is al verkocht. Nu al. Ja. Misschien wel handig als we ergens naartoe gaan. Het duurt wel. Trouwens, ik bedenk me net. Ik ben nu extra blij met deze borstels. Want we hebben wat leuks. Ja. Ik ga het vanavond proberen te fixen. Een bepaalde set. Dus zeg maar bepaalde setten voor mensen die dan zeggen van... Hé, ik wil goed mijn auto wassen, maar ik weet niet wat ik nodig heb. Dan hebben we dus bepaalde categorieën gemaakt. Of tenminste, bepaalde pakketten. We wilden eerst een prachtig aanbiedingspakket doen, maar aangezien wij zo laag in prijs zijn en je krijgt nog gratis verzending, ja, is het bijna niet te doen om nog extra korting op de korting te gooien. Zo, weer lekker overbelicht, jongens. Kijk eens. En ondertussen hoor ik een de zoom van de F. Gaia, wat gaan we eten vandaag? Kroketten met patat. Dat moet ook. Hetzelfde als gisteren. Want we moeten natuurlijk de verjaardag van Willy vieren. Willy! En dat doen we alvast een dag van tevoren altijd. Dat doet iedereen een dag van tevoren. Zeker. Iedereen doet het de Koningsavond. Ik weet niet hoe druk het straks in de stad is. Ja, we kunnen wel misschien even kijken met het kwadje. Met de quad kijken. Ja, ik vind het goed. Ik heb ondertussen iets heel erg leuks. Want de pakketten die zijn binnen. Dat hebben jullie net gezien. De grote pallet. Dat is voor jullie niet zo heel lang geleden. Maar... Kijk, ik heb hier al wat producten neergelegd en ik leg straks even uit hoe en wat. Maar deze moet nog hierbij en deze moet nog hierbij. Nou, ik zal even iets uitleggen. Er komen dus op onze webshop 3 soorten pakketten. Brons, zilver en goud. En dat hebben we gedaan om te zorgen dat mensen die dus nog geen kennis hebben gemaakt met de schoonmaakproducten van McQuires, daar kennis mee te maken. Maar dan weet je natuurlijk nog niet zo goed, wat heb je nou precies nodig? Nou, we hebben dus deze 3 pakketten. Boeit het je helemaal niks, skip dan eventjes die video een stukje. Tot verder in de vlog. Want dit is dan interessant voor de mensen die het wel leuk vinden, zeg maar. Nou, we hebben dus pakket brons, dat is deze. Pakket zilver, dat is die. En pakket goud, dat is die. Ik leg even uit het eerste pakket. Dat is namelijk zonder emmer. Hiermee kan je dus je auto super makkelijk cleanen. Je spuit namelijk je gehele auto helemaal af. Gewoon met afspuiten van water. Je hoeft geen sop of wat dan ook te gebruiken van de wasbox. Daarna maak je de spons nat. Nou, dat kan je gewoon doen door hem nat te spuiten. Leg hem niet op de grond, want dan wordt hij vies. En dan krijg je steentjes en dingetjes. En dan krijg je dus kras op je auto. Ook adviseer ik gewoon, als je hem net nieuw hebt gekocht, spoel hem eventjes uit. Want kijk, zoals nu ligt hij bij ons bijvoorbeeld hier. Er kan iets inzitten. Nou, die kans is minimaal, want het is relatief schoon hier. Maar je weet het nooit wat er allemaal gebeurt. Daarna moet je je wasplus gebruiken. Die doe je over je spons heen, over je natte spons en over je natte auto. En dan poets je helemaal je auto op. Natuurlijk als allereerst eventjes je velgen cleanen met velgenreiniger. Nou, en dan spoel je hem dus af, blablabla. En dan kan je hem lekker inwaksen. Deze wax is echt super makkelijk. Je haalt namelijk hier op de achterkant, dat is trouwens bij alle producten, het labeltje eraf. Dus je kan zo de achterkant kan je lospulken en dan schuif je hem open en zet er een boekje in hoe dat nou precies gebeurt. Hiermee kan je dus je auto helemaal wassen, echt netjes cleanen en waksen. Want hier zit een wax in, maar dan doe je nog deze wax extra, is die extra goed gewakst. Heb je dus een redelijk goede schone auto en redelijk goed gewakst. Daarna hebben we het pakket 2, dat is pakket zilver. En dat is eigenlijk exact hetzelfde als dit pakket. Alleen even iets beter om je auto schoon te maken. Want er zit namelijk een emmer bij. De wash en wax. Weer iets met een wax. Daarmee doe je dus weer je auto helemaal afspuiten. Dan zorg dat de emmer gevuld is met water. Zorg dan een beetje met lauw water. Niet warm water, maar gewoon een beetje lauw water. En koud water, dat boeit ook echt helemaal niks. Maar gewoon niet met warm of heet water. Dan doe je
de wash en wax erin. Echt een heel klein nippie. Want met zo'n fles doe je echt lang. Echt een één dopje, zeg ik altijd. Die doe je erin. Dan kan je met je spons kan je hele auto schoonmaken. Kan je over de grid heen met je spons, waardoor het vel aan de onderkant blijft. Dat is natuurlijk de hele techniek van die prachtige emmers. En dan met de all-wheel cleaner moet je natuurlijk weer als allereerste, ik vergeet het steeds te zeggen, maar als allereerste moet je eerst je velgen doen en dan de rest van je auto. En daarna deze prachtige hybrid keramiek wax eroverheen. En daarmee echt krijg je een prachtige shine. Hiermee kan je nog even extra met tussen je velgen. En dan heb je eigenlijk wel dit pakketje compleet. Met dit pakket kan je gewoon echt... Oeh, dat doet lekker. Hiermee kan je dus echt even goed je auto wassen. Dus dan is hij echt goed gewassen. Nou, dan hebben we pakket goud. Nou, dat zegt het al, gold, goud. Dat is echt wel het ultieme pakket. Deze zal rond de €200 zijn. Is een relatief duur pakket. Maar ik heb deze samengesteld omdat je dan ook meer producten bij elkaar hebt waar je ook wat langer aan hebt. Een emmer koop je echt maar één keer. Die dingen zijn super sterk. Als je die kapot krijgt, heb je echt iets heel geks gedaan. Je kan er nog altijd nog een deksel bij bestellen of een tas of wat dan ook. Maar het is allemaal extra optie. Maar dit is wel echt wat je nodig hebt als je echt goed je auto wil wassen. Nou, voor goud heb ik dus gekozen voor de Wash & Wax Keramiek Hybrid. De twee componenten. Dus de twee componenten shampoo. Nou, daar heb je dus de emmer voor nodig. Natuurlijk weer met de grid om te zorgen dat je deze kan schoonmaken. Natuurlijk als allereerste weer de velgen. De velgen worden dus bij alle pakketten geleverd. Daarbij heb je weer deze prachtige hybrid keramiek wax. Nou, hier ben ik de grootste fan van. Dus vandaar dat ik deze wax erbij doe. Want er zijn zoveel soorten wax. Maar ik ben gewoon de grootste fan van deze wax. En dan kan je hem daarna nog, wanneer hij echt lekker schoon is, kan je je wax nog extra versterken met de keramiek detailer. Keramic detailen is echt als je zeg maar helemaal klaar bent met het afspoelen of wat dan ook. En je ziet nog kleine plekjes of een puntje dat je denkt, ik wil nog even eroverheen. Of je doet nog even je auto even helemaal opnieuw. Maar dat is eigenlijk dubbel werk. Maar dat is eigenlijk echt bedoeld als er een beetje vies is. Dan kan je met detailen kan je hem helemaal clean maken. Ga geen detailen gebruiken als je auto een beetje zeg maar zanderig is of vies. Dan moet je doen met deze. Dat is de waterless wax. Wash en wax moet ik zeggen. Want daarmee kan je namelijk je auto wassen. En dit is echt een detailer. Dus dat is echt om je auto te detailen. Nou, daarbij zit dus weer natuurlijk de washmid. Die kan je echt niet missen als je auto wast. Dan moet je die echt hebben. De borstel voor je velgen. Daarbij zitten dus doeken, microfaser doeken. Om dat te doen met je detailer. En dan heb je ook nog eens de droogdoek. Dan kan je auto helemaal spik en span droog maken. Dan droog je auto dus sowieso niet op met vlekken en dat soort dingetjes. Al moet ik zeggen, stel je voor je maakt het niet helemaal schoon en je komt daarna thuis, je ziet nog wat kleine vlekjes, kan je natuurlijk even detailen pakken en dan uiteindelijk maak je hem allemaal schoon. Vandaar dat dit het gouden pakket is. Dit is letterlijk een pakket, als je deze bestelt, dan kan je gewoon echt goed je auto schoonmaken. Dan is het natuurlijk altijd nog aan de mensen, wil je nog je banden zwart maken? Wil je nog de black gebruiken, de ultimate black? Maar ja, dat moet je alleen maar doen als je dus een wat oudere auto hebt, wat bepaalde onderdelen verwaarloosd zijn. En noem het maar op, wil je auto kleien, waxen, polijsten? Maar als je dat gaat doen, als je auto gaat waxen, polijsten, check dan even allemaal filmpjes op YouTube. Check even onze website, hoe dat nou werkt. Zitten allemaal filmpjes en linkjes zitten erbij om te kijken hoe dat nou precies werkt. Hoe moet je je auto kleien? En dan kan je kijken wat er nou precies goed bij jou past. Wil je de binnenkant van je auto helemaal cleanen? Dan moet je daar ook eventjes kijken wat past er nou precies bij jou. Vandaar dat ik daar geen pakketten kan doen, want ik kan wel bij iemand een leren bekleding pakket erbij doen. Bij de gold. Maar ja, als je geen leren hebt, wat heb je er dan nog aan? Je wil gewoon je auto wassen. Dus dit zijn allemaal basispakketten die voor iedereen, jong, oud. Trouwens, als je scooter wil doen, zou ik deze wel echt aanraden. Want om je scooter echt mooi schoon te maken, doe je hier echt heel erg lang mee. Een scooter is natuurlijk hartstikke, klein beetje. Dan doe je echt een klein druppeltje op je spons en dan maak je hem helemaal schoon. Ik doe dat ook altijd met mijn scooter. Maar dan is dit pakket echt ideaal. Die pakketten staan dus nu online. Check even de link hieronder in de beschrijving. Genoeg geluld. Jullie wilden informatie over bepaalde wasspullen. Doe ik dus bij deze. Dat ga ik niet iedere video doen, want dat duurt te lang. Als je geskipt hebt tot en met hier, goeiedag, we zijn er weer. We gaan weer verder met de pakketten uitpakken. Nou, dit zijn dus alle borstels. Nou, die had ik dus echt nodig voor deze pakketten. Ik ga er nog een paar bij bestellen, nog een paar dozen. Want we zitten met leveringsproblemen. Ze hebben namelijk niet alles op voorraad. We hadden namelijk anderhalve pallet besteld. En we kregen dus uiteindelijk dit binnen. Puur omdat het niet allemaal op voorraad was. Wel wat nu op voorraad is, zijn alle luchtjes en dingetjes. Dus wees echt even serieus snel bij. Dit was alles wat ze konden leveren. Dus je moet er echt snel bij zijn. Komt Kuno aan.
Morgen. Ik zei dat de Fuji House wel leuk is, what the fuck. Sunset Fuji binnen zijn. Oh. En die gaan heel hard. En daar hebben we echt maar weinig van. We hebben maar 2 dozen. Dat is de eerste keer dat we ze binnen hebben. Ja, na lange tijd. Maar er wordt gewoon niet meer geleverd. We bestellen als een Jekko. Ik heb hen ook even de pakketten uitgelegd. Met alles erop en eraan. Duidelijk. En die staan allemaal... dat is makkelijk. En onze snowfoampjes, daar ben ik ook blij mee. Ja, dus we gaan alles weer in voorraad leggen. Ik ruik de lekkere kroketjes. Ik heb genoeg geluld. Ik heb droge strot. Oh, kijk eens. Wij gaan allemaal uitpakken. Jullie hebben gezien, hè? Dat ze gingen in... Ja. Dat wordt even mailen. Dit willen we niet. Nee. Dit is, hoppakee, weg ermee. Dit gaat niet naar onze klanten. Doos is slecht. Nee, willen we niet. Nee. We checken ook altijd alles, hè? Ja. We willen echt dat jullie het topproduct krijgen. Och, kijk eens. Lekker voedsel. Het zal wat eten zijn. Dan ga ik straks even met jullie de comments doornemen. Want namelijk de video's zijn online gekomen. En die wordt weer goed ontvangen. En jullie vinden het weer hartstikke leuk. En noem maar op. En dat motiveert ons weer. Zeker zijn we blij mee. En abonneer even. Want er zitten 100k. Let's go, Dio. We gaan het samen halen. We gaan even kijken wat op de vorige video voor abonnees erbij zijn gekomen. Ik denk dat we weer aardig wat zijn. Kijk eens, jongens. Het is heerlijk weer. Prachtige zonsondergang. En dat betekent dat wij eventjes gaan rijden. We gaan even een rondje rijden. Het is vandaag koningsavond, koningsnacht, weet ik veel wat. Maar in ieder geval allemaal feesten, gekke gaten. Dus we gaan even langs, even een rondje rijden door de stad heen. We nemen jullie mee op de GoPro. We gaan meemaken wat wij allemaal gaan meemaken op avontuur. Het gaat wel fris worden, denk ik. Dikke Porsche. Dikke 208 GTI. Een dikke 308 GTI en een dikke 1,5. Dat is leuk. Gedraag je. Ja, altijd. Zullen we eerst bij de action kijken? Ja, goeie. Nou. Zo, het is zoveel kracht. Hoi, kut. Ik was even scooter gewend. Ja, ik ben natuurlijk scooter gewend. Ik heb net uit op de scooter gereden. Ja, dat is wel fris. Ja, dan kan ik gewoon remmen en dan valt hij natuurlijk niet uit. Maar ja, ik moet schakelen. Het is zeker fris. Kijk, hier begint het feest al. Kijk hier, al die scooters worden verhuurd. Man met gitaar, ah ja, Mark. Gekkigheid. Hier de politie alweer, als allereerst. Ik denk ook niet te kijken, handhaving. Ja, laten we helemaal naar rechts gaan. Oh. Ja, echt de avonden zijn de dagen, hè. Oh, hier kunnen we al niet. Koningsavond, koningsnacht, vond ik altijd de leukste avonden. Ja, klopt ja, voor de beste plek. Vanavond verkoop je het meest altijd. Van die dronken gasten die dan één keer echt alles opkopen van je. Ja, precies. Het is dus koningsavond bij ons hier ook. Voor jullie in de vlog is het al lang geweest natuurlijk. Zo ziek hoe snel je op de snelheid zit. Nu rij je gewoon 30, kijk je beter van. Ik ga weer op 5 bijna. Nou, we gaan eens even kijken wat hier allemaal te beleven valt. Ja, het is wel leuk. Mooi. We kunnen. Waar? Hey! Jongens, wat de hel? Ja, echt niet. Oké.
dat moet lukken. We kunnen even die kant op, even kijken waar we uitkomen, maar voor de rest... Oké, jongens, we zijn weer aangekomen. Het is niet te doen in de stad. Wij gaan de stad in. Ik hoop dat jullie, dat we iets, ja, ik denk niet dat we jullie kunnen meenemen, maar we nemen de camera mee. Stel, we zien wat bijzonders. Nou, de ritval viel dus echt wel mee. Dat was eigenlijk een beetje teleurstelling. Maar we konden geen eens even een pompje geven met dat duimpje. Nee. Helemaal niks. Dat duimpje, dat heeft heel steady zo gezeten. Het doet ook geen pijn, dat duimpje nu. Nee. Dat is wel jammer. Normaal moet je hem strekken. Ja. Dat hoeft het niet te strekken. Maar ook wel leuk om even zo'n chaos te zien inderdaad in de stad en noem maar op. Wij gaan nu de stad in. Ik denk niet dat we heel veel kunnen filmen. Maar stel we zien niets geks, nemen jullie zeker mee. En anders zien we jullie weer op kantoor. Want om met deze camera door die drukte te lopen, denk ik echt dat iedereen heeft. Is niet handig. Je vindt jezelf wel heel belangrijk. Want dat blijft nog altijd awkward. Maar wel even abonneren op ons kanaal. Precies, want jullie vinden het leuk en daarom doen we het. En ja, omdat jullie het leuk vinden, vinden wij het ook leuk, want ik haal daar weer motivatie uit. Ja, zeker. Ja, gewoon elke keer denken, oh, lekker, die video gaat weer goed. Er zijn weer 300 abonnees erbij, gaat weer goed. En we gaan steeds sneller naar die 100k. Ja, het is echt ziek. Gaat echt, we gaan dit jaar gaan we ervoor. We gaan met jullie. We zijn er al 3 jaar mee bezig, maar 3 jaar niet serieus. En dit jaar gaan we er echt voor. We hebben een lekker ritme nu. Ja, zeker. Oké, jongens, we lopen weer buiten. Het was zo druk. Zo, niet normaal. We kwamen niet eens meer verder. We zaten echt gewoon millimeter stapjes. We zaten vast. Mensen waren allemaal uit aan het gaan. Lekker feesten, noem maar op. Wij gaan gewoon lekker werken. Lekker editen, video's maken, dat soort dingen. Want dat mogen we het hele jaar doen. En hebben we geen bijzondere dag voor nodig. Nee, daar zijn we blij mee. Dat doen. Echt, heel erg blij. Nou, wij gaan naar kantoor. Kijk eens wat een mooie uitzicht. Ja, niet die, hè? Niet die. Nee, dat rietjesgebouw is minder. Ja. Maar kijk eens wat een mooi uitzicht. Wat een unit, hè. Politie! Kijk eens wat een mooi gebouwtje. Even het licht uit, is wat fijner. Hoppa, kijk eens. En dan kunnen we ook nog eens even de blue hour, happy hour kijken. Ah, de zon is al wel goed weg. Ik dacht, we kunnen hem nog net zien. Ah, klein beetje. Het is 2:15. En naast ons hebben de buren een feestje, want het is Koningsavond en alle, tenminste de clubs zijn dicht of waren vol of weet ik veel wat. We zijn hier een afterparty aan het houden en wij zijn heel saai allemaal werk aan het doen. Anders vroeger kan het en wij vinden het hartstikke prima en hartstikke mooi dat ze dat hier doen. Ja, inderdaad. Ja. En hij zei allemaal, ik voel me schuldig dat jullie nu zo hard aan het werk zijn en blablabla. Ik zeg, nee joh, wij vinden ons werk hartstikke leuk en hoe erg jij geniet van het feest, zo erg genieten wij eigenlijk gewoon iedere dag van ons werk, want ik vind het hartstikke leuk om te doen. Moet ik wel eerlijk zeggen, hetgene wat we nu doen is iets minder leuk met al die teksten dingetjes. Want we zijn dyslect en daar zijn we niet echt heel erg goed in. Dus dat vinden we niet zo fijn. Maar voor de rest is allemaal prima. En we zouden vandaag de vuilnis weg doen. En kijk eens. Een groot deel is al weg. Hey, ja, daar zijn we blij mee. Die hebben in die pillenpers gegooid. Dus dat is mooi. Alleen nog één taak te voldoen is dat we de 107 even nog moeten gaan fixen. Ik denk toch dat we dat gaan uitstellen tot morgen. Het begin al aardig moet worden. Het is 2:15. Ik denk dat we die skippen voor morgen. Maar dat moeten we echt niet vergeten. Want we zitten elke dag in die ellende van die auto. Ja, echt. En we stellen het al bijna een week uit. En het is heel makkelijk te fixen, denk ik. Dit is leuk. Ja, het is heel makkelijk te fixen. Maar het hele probleem is, you know it. Dat zeggen we ook 100 keer. De tijd. Konden ze niet een dag wat langer maken, dat je gewoon minder snel moe bent? Dus dat je gewoon 3-4 dagen achter elkaar. Je kan drugs gebruiken, maar dat raad ik niet aan. Jongens, we zijn een tijdje verder. Zo, ik zie er ook wel moe uit nu. Het is 2:15. Het is bijna 2:30. Het is alweer bijna 2:30. Gisteren was het ook 4:00 geweest. Maar
het is af. Alle pakketten zijn klaar. De McQuires brons, zilver en goud pakket is nu te koop op carwashforyou.nl. Wil jij dus kennis maken met de producten van McQuires en heb jij een x aantal budget, dan kan je kiezen voor brons, zilver en goud. En alles wat ik heb uitgelegd net staat ook allemaal hierin. Dat je dus zeg maar zo'n pakket kan doen. Dus wil je kennis maken, ja, precies. Er kies gewoon je pakket. Er staat een beschrijving onderop van hoe het werkt. En dat staat sowieso altijd op het product zelf aan de achterkant. En als je gewoon leuk vindt om te testen. Dus gewoon echt dat je denkt van, moah, ik weet niet of ik dit wel helemaal leuk vind. Ik heb het nog nooit gebruikt. Dan zou ik voor één van deze twee gaan. Wil je dan leren met een emmer? Dus echt voor je deur. Of ga je bij een wasbox? En dan, een wasbox is natuurlijk iets goedkoper in pakket. Dan moet je wel weer geld in de wasbox gooien. Dus iedere keer als je dan erin gooit, gaat ook een keer weer 4, 5 euro in. En als je voor je deur doet, hoeft dat dus niet. Want die emmer is dan weer een investering dat er weer water in zit. En is wel wat veiliger. Mits je in Polen woont, want dan kan je met een euro een wasbox echt, ik weet niet hoe. Ja. Die loopt nog steeds, denk ik. Maar wij versturen niet naar Polen. Maar als je daar 2 euro in gooit, ik denk dat die nog steeds aanstaat. Ik denk dat die nog steeds loopt. Ja. Ik heb geen idee wat we allemaal hebben gedaan, want ik ben zo moe dat ik echt niet meer weet hoe het was. Nee, zo klaar. Trouwens, net. Dat kan ik niet laten zien, want die gaat voorlopig. Die mogen ze raden. Ja, maar als ze die laten zien. Ja, maar ze weten, dat mogen ze best weten. Ja, ze weten niet wat we gaan doen. Nee. Maar raad maar even weer extra voor de vlog. Ja, wat gaat hier gebeuren of wat is hier gebeurd? Is hij kapot? Ja of nee? Laat even weten. Het is lastig te raden hoor, deze. Is hij wel of niet kapot? Nou, dat weet je wel bij ons vaak. Dat is zeker waar. Ja. Mensen, bedankt voor het kijken. Later.